Lovo Kort is een actualiteitenprogramma gericht op Oosterwijk. Wij proberen het nieuws uit Oosterwijk bij u thuis te brengen. Maar daar is informatie voor nodig en die is soms moeilijk te vinden. Heeft u nieuws dat u onder de aandacht wil brengen? Dan kan dat zijn van een opening, huwelijksfeest, straatgebeurtenis, iets speciaals in de vereniging of wat u onder de mensen wil brengen. Laat het ons dan weten. Dit kan via info@lovo.tv. Met de vermelding Lovo Kort. Wij nemen dan contact met u op om dit door te spreken. Hiervoor zijn ook vrijwilligers nodig. Lovo is nu eenmaal een stichting die alleen op vrijwilligers werkt. Je kunt ook via hetzelfde mailadres melden. Te denken is aan camerabediening, redactioneel of editing. Ervaring is niet nodig, wel enthousiasme. Kom gerust eens een kijkje nemen om de sfeer te proeven. Zaterdag 10 mei is in het bezoekerscentrum Oosterwijk de loopfiets geïntroduceerd. Deze levert 30-40% meer loopafstand op. Dit is onderzocht bij een groep patiënten met hartfalen. Ralf Koppers, een longarts, heeft in 2 jaar deze loopfiets ontwikkeld en geeft uitleg waarom een loopfiets. Op achtergrond van lopen met een loopfiets, dan iets over wetenschappelijk onderzoek wat we met de loopfiets gedaan hebben. Dan het leukste en belangrijkste, wat praktijkervaring en dan wat technische dingen van hoe zou je hem afstellen en hoe ga je ermee om. Het zadel en stuur zijn naar eigen lengte in te stellen. Als je deze losdraait, dan kun je het stuur zo verstellen. Dan komt in de mond vandaag. En deze pin kan je dan ook of naar je toe halen of van je afzetten. De aanwezigen konden de loopfiets hier ook even proberen. De loopfiets is bij het bezoekerscentrum te zien. Deze lichtgewicht fiets van ongeveer 8 kilo kan voor nog geen €500 uw bezit zijn en u ook 30-40% meer afstand geven.